Hij wijkt heel erg af naar rechts. Ik kan er bijna niet meer sturen. Het is heel erg. Het is heel erg. In de camera. Ja, dat kan net niet gefilmd. Nee, grappig. Het staat erop. Dat kan niet goed zijn. Dus een Traxxas eRevo 2. Met VXL 6S regelaar. En ineens dit. Het is denk ik regelaarspech of zo. Ook hier gaat nu iets niet meer goed. VXL 6S. Luisteren. Super raar. Dus sluit de batterij aan. Wil hem aanzetten. Kapot. Hopen dat we dat bij Traxxas onder garantie geregeld kunnen krijgen. Hier hebben we iets leuks. Nou, dit is namelijk een klein zittend Deadpool poppetje zoals je ziet. En hij leest iets. Nou, er staat niks op. Dus kan je misschien zelf nog iets leuks voor in de plaats plakken. Daar zit hij dan. Er zit iets roods bij waarvan ik niet zo goed weet wat het is. Hier zo. Misschien iets om op te plakken of zo. Maar goed, hij zit. En hij zit omdat je hem dus ergens leuk op kan zetten. En wij willen hem op onze Hobby King Sea... Hoe heet dit ding ook alweer? De Hobby King Swamp Dog. Hobby King Swamp Dog. Dit is een airboat die we gaan gebruiken als rescue boat. Om RC-boten die gestrand zijn op het water terug te duwen. En het is een soort van schaalachtig model met twee stoelen. Nou... Daar hebben we dan Deadpool voor. Dus die komt daar dan zittend op die stoel. Dus dan gaat je airboat door het water. Zo met een krant lezende Deadpool erop. Dus ik denk dat we gewoon een druppeltje lijm op zijn billetjes doen. En dan zo op die stoel vastmaken. Dus dat gewoon voor de leuk natuurlijk. Sukkel. Ga maar halen. Doei. En topservice van Traxxas, want daar is die dan, onze vervanging, onze nieuwe Traxxas VXL 6S. Vervangen onder garantie, dat zoomtoontje wat die maakte, zoals je net kon zien. Ja, en hier is die dan, een hele nieuwe, dus die gaan we uitpakken en in de eRevo 2.0 VXL bouwen. Er zit dat foompje bij. Het dubbelzijdige foompje wat eronder zit. En dan gaat hij met twee schroefjes vast in het chassis. Nou, hij zit erin. En voor het geval dat je denkt dat dit niet hoort, dat hoort wel. Want ik ben nu de firmware aan het updaten. Via de Traxxas Link app. Dus ik zet hem net aan. Hij deed het gewoon goed. Oké, firmware update klaar. En... jee, onze nieuwe regelaar. En hij doet het natuurlijk ook. Vervangen onder garantie door Traxxas. Nogmaals, topservice. Garantie op elektronica, dat als die stuk mocht gaan, dan ja, hebben ze in ieder geval een goede service. Goed om te weten. We kunnen weer.
En dan zie je al die kinderen kijken. Omdat het kan. Dan gaat het altijd mis. I know this. Oh, kijk op de Trexxas website. Dan heb je onder de nieuwsberichten ineens ook nieuwe body reinforcements voor de X-Max en de E-Revo. En die voor de X-Max die kenden we al, want die hadden we dus op onze rock'n'roll body, zoals je in RC vlog nummer 2 hebt kunnen zien. Dus die zie je hier links afgebeeld. Maar ze hebben dus nu ook eentje voor de E-Revo. Dus hier voor de voorkant, zoals je ziet. En dan hier ook op de achterkant, zoals je ziet. Dat is interessant. Kijk, en hier heb je hem dan. Dit is het hele setje voor de E-Revo. Hij past op de 8611 blanke body, maar ook op de gewone bodies dus. En het is dus TRX 8610. En dan krijg je dus dit setje en dan kan je dus de voorkant en de achterkant mee verstevigen, zodat je die schroeven niet door de body heen kan trekken als je keihard aan het rad slagen bent of op je dak belandt. Dus naast voor de X-Max heb je ze dus nu ook voor de E-Revo. Nou, goed nieuws. Zal wel even duren voordat ze te krijgen zijn, maar goed. En kijk jongens, hij is er gewoon al. De 8610 van Trexxas. TRX 8610 dus. De chassis... Nee, sorry. De body washer set. Oftewel de body reinforcement plasticjes zoals je ze net zag. En er zitten een paar stukjes bij voor op de voorkant. En een paar stukjes bij voor op de achterkant. Met nieuwe boutjes ook zo te zien. Langere boutjes natuurlijk, omdat hij die ruimte moet kleren die hij extra nu heeft met deze ertussen. Dus die gaan we erop zetten. Voorkant en die voor de achterkant en nieuwe boutjes. En dan hier de body met de vier bouten aan de voorkant en aan de achterkant zonder de bescherming nog. En daar is hij dan nu met de bodyversteviging geïnstalleerd. Op de achterkant. En op de voorkant. Mooi Trexxas logootje hier zo. Zit een handleidingje bij, dus kan niet misgaan. Voor als je niet weet welke je waar moet plaatsen. Dus, weer mooi spul. Verstevigd. Die boutjes kun je nu niet meer door de body heen trekken. Dus, nieuwere bodies. Of als je nu een nieuwe E-Revo koopt, ook in de winkel, zitten ze dus al op. Maar dus ook los te verkrijgen. Zeg meneer, wat bent u allemaal aan het doen? Ik ben eventjes aan de uit aan het zetten. Oké. Okay. Interessant. En wat bent u aan het doen, meneer de bouwvakker? Waarom ben ik een bouwvakker? Je hebt toch niet van achter gefilmd? Nee. Ik ben met de auto aan het spelen. Oké. Okay. Vind ik leuk. En zoals altijd eindigt het dan aan de sleuteltafel. Wat heb je daar? Nieuwe linkjes. Oh, mooie blauwe. Aluminium. Voor je Rustler 4x4. Yep. Nou, ziet er goed uit. Dat is natuurlijk zoals altijd het mooiste onderdeel, hè, van het RC'en. Het sleutelen. Have the fun, hè, zeggen ze. Yep. Als je het niet kapot hebt gemaakt, heb je niet hard genoeg gebest. Precies. Oké. Okay. Nou, dat is alweer de derde RC-vlog dan. Nog wat te zeggen? Nee, ik zou zeggen, jongens, ga vooral zo door. En blijf kijken naar RC-vlog in dit geval, hè? Ja, is goed.
Jongens, tot kijk weer. Hey, see you next time. Doei.